Oh my god, een Chompluff with Sword Stance. Dat is echt fucking eng. Mijn naam is de Madweetje en welkom bij een hele nieuwe aflevering van de Pokémon White Randomizer. Vorige aflevering hadden we Jim verslagen, was super goeie. Deze aflevering gaan wij met ons super geweldige team, we zijn echt keihard dood, what the fuck. Gaan we met ons super geweldige team lekker fantastisch met mensen vechten. Het is spring, dat is een leugen. Het is zomer, dat is ook een leugen. Ah, het is geen winter, oh, dat vind ik jammer. De X-Transceiver is ringing. Hey there, where are you now? Could you do me a favor? Let's have a Pokemon battle. Iris has trained me and I've become a little stronger. I should be able to protect my own Pokemon now. Let's meet at the gate of Route 4. Okay, see you later. Fucking Bianca. Dus we gaan eerst heel eventjes snel naar het Pokémon Center om te healen. En dan gaan Bianca echt keihard in elkaar slaan. We kunnen deze sidequest doen voor deze man. Ah, fuck it. Hey, een Jellicent! Een daadwerkelijke fucking Gen 5 Pokémon, holy fuck. Jellicent is een van mijn favoriete fucking Gen 5 Pokémon. Hij is zo cool. Mensen haten deze gast als elke fucking Gen 5 Pokémon. Maar ik vind hem best wel pittig cool. Welke Pokémon van mij had ook weer een elektrische aanval? Dat is gewoon Vigor, laat maar. Sorry jongens, ik heb al een hele tijd geen Pokémon White Randomizer meer gespeeld. Dus het is een hele tijd geleden. Het spijt me echt. En deze man gaat ons niks doen, ik ga hem set kennen en hij is dood! Oh, bijna. Nou kan jij niet op mijn team zitten, Jellicent. De dief is zeg. We hebben in ieder geval de Fisher. Oké, dan gaan we die andere guys even zoeken. Die andere guys die zijn ergens anders in deze stad. Ik ga ze even snel zoeken. Kijk, hier is een man. What do you want? I'm dancing, bla bla bla. Pokémon battle. Oh, nou, maar natuurlijk, meneer. Ik ga je alleen maar keihard doodmaken. Een Wigglytuff? Oh, jou ga ik keihard neerhalen, Wigglytuff. What the fuck? Krijg de fucking tyfus. What the fuck, where did I put these sunglasses? Wat ga je me opeens aanranden? I found him. And you've really got to have more light to see your way by. Take this, it will help you see in dark places. Forcepalm. Ja, dat gaat me echt heel erg helpen in deze plekken. Ik loop hier gewoon rond en er komt opeens een meneer. Ik ga jou weg forceren, vriend. Dat is geen goede grap. Kijk, hier zijn de drugsdealmannen. Smurk. Ze zijn zo hard aan het drugsdealen, wat leuk. Hey, bitch. Fusion Flare. Waarom doet dat zo weinig? Ik dacht dat het wel zou one-hit KO'en. I mean, ik weet dat ik geweldige Inazuma voice actor ben, omdat ik samenwerk aan een project om Inazuma 11 Go in Nederlands te vertalen. Ga dat project volgen, als je de zin in hebt. En hier zijn de mannen! Kijk, ze zijn super blij, joh. Ze zijn lekker aan het dansen. Wat fijn! Oh, en ik krijg een Amulet coin. Oh, dat is daadwerkelijk echt heel erg handig, joh. Oh, thank you, boys. Thank you. Oh, jullie zijn... Oh, thank you. Oh, jullie zijn cool, man. Ik dacht eerst, jullie zijn fucking dom, maar jullie zijn wel cool. Bianca, bitch! Oh, daar ben je. Hello, Elise. You remember the promise of you made with on the X-Transceiver, right? So let's get the right to our Pokémon battle. But before that... Dit vind ik zo leuk. De kleine details. Dat in vroeger Pokémon games... Gingen ze zo van, gingen ze gewoon battelen. Waar de fuck is ook waar, ze gingen gewoon rennen battelen. In deze game zijn er af en toe momenten waarbij ze let op de details van, hey, mogen we hier wel battelen, weet je wel. Zoals aan het begin van het game, de hele kamer wordt verwoest. Hier zo van, oh mevrouw, mogen we hier battelen? Ja, tuurlijk. Ik vind dat leuk. Dat is een klein beetje extra detail en ambitie in deze game. Het is leuk, het is geweldig. We gaan ervoor. Gen 5 muziek is zo cool. Da 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 da.
En het heeft niet echt een doel, dat is een why not. Hij is cool. Waarom niet? Dat is de Nederlandse vertaling van why not. Kijk, dat doet lekker wat. Kijk eens aan. Als het goed is, heeft ze nog steeds een starter. Dat is wel leuk. Ik weet alleen niet meer wat haar starter was. Chansey's zijn leuk. Nou mis ik mijn fucking Chansey. Van de fucking Pokémon Diamond and Pearl. Fucking let's play die we deden. Dat was goeie. Dat was goeie, weet je wel. Dat was goeie Pokémon. Ik had een Happiny, een Chansey, werd een... Fuck is de evolutie van Chansey? Ik ben hele fucking naam vergeten. Chansey Evolution. Een Blissey! Maar natuurlijk een Blissey! Ik ben een Pokémon fan. Ik weet namen van Pokémon. Oh, I'm fucking Bidoo. Bidoo is echt leuk. Bidoo is echt een van de leukste pre-evolutions die we hebben gezien van Gen 4. Meteen een fucking victory wel neer. Ah, kom op. Scald? Waarom de fuck heb je Scald? Wat een fucking randomizer is, met. Oh, waarom doe je dat? Ik dacht ik maak je even snel dood met de liefde, maar nou moet ik moeite gaan doen. Deze victory bell kan echt alleen maar Scald. Daar ben ik heilig van overtuigd. Hij heeft nog niks anders gedaan. Oh my god, heb je een super potion? Ah. Oké. Okay. We zijn er bijna. Nou. Bianca. Geen fucking potions meer. Niet terugvechten. Ik ben gewend van Pokémon games dat ze ultra makkelijk zijn en niks doen om me uit te dagen. Heel goed. Brave Bianca. Brave Sorry. Ik wist dat je het kon doen. Ik heb altijd vertrouwen in je gehad. Ah, ze is verdrietig. I'll never be a strong trainer like you or Cherry nor Iris, but... You know, since we live in New Vermatown... I met a lot of people, and I've been thinking about what I want to do in life. When you look at it that way, Pokemon have given me a lot of new experiences. Having my Pokemon stolen was just really hard, and I felt really unsure. Still, I gotta say I'm really glad I went. I've learned so much in this journey, and I also learned that being with Pokemon is really, really important. Okay, well, hope to see you again soon. Bye bye, Elise. Dit vind ik zo leuk aan Bianca. Zij gaat door haar hele... We krijgen zo ook nog een fucking gevecht met Sharon. Want ze moeten per se 2 rival battles doen achter elkaar. Dus gaan even healen. Maar dit vind ik leuk aan deze games. Want ze gaat echt een beetje door haar eigen verhaal heen. Ze maakt haar eigen keuzes. Want ondanks dat ze dan geen sterke trainer is. Ondanks dat ze niet echt een rivaal is als een echt iemand die je uitdaagt. Ze wordt sterk op haar eigen manier. En ze leert op deze manier haar eigen dingen te doen, zeg maar. Ze leert op haar eigen manier groot te worden. En wat ze wil gaan doen met haar leven. En dat vind ik leuk. Dat ze haar eigen idealen ontdekt, weet je wel. Dan hebben Pokémon games meer nodig. Karakters met idealen en dromen. Die daadwerkelijk worden gechallenged in de fucking game. Oké, 1, 2, 3. En daar is Sharon. Oké, hallo meneer. Oh, try and look at the sand. See, the air is lighter, so it looks darker. Dit is gewoon een geinige manier om gras in het zand te hebben. Dus ja. En wat hebben we hier? Een Meowth! Had erg gekund. Oeh, ITP. Een scope lens? Holy fuck, wacht, hadden we daar niet al een van? Ik zou zweren dat wij al een scope lens hadden. En volgens mij heb ik die aan iemand gegeven. Ja, hier! We hebben gewoon 2 scope lenses. Oh, nice. Ik kan in principe 1 verkopen. Oh, een mevrouw. Maar natuurlijk, mevrouw. En Bar is een coole Pokémon. Ik bedoel, hij is de domste van de 3 Unova starters, moet ik zeggen. Maar hij was mijn eerste starter van Gen 5. En ik waardeer hem. Weet je? Hij was geinig. Ik vraag me af, kan je Chairman skippen? Want in principe zou je chair moeten kunnen skippen, toch? Als ik de layout van deze route me goed herinner. Want je kan hier gewoon langs. Of komt hij dan gewoon terug van... Hey, Matt, vergeet mij niet. Ah, het is een Dynamo. Wat leuk, wat schattig. Ik heb er alleen geen plek voor op mijn team. Dus Dynamo, het spijt me.
Ik weet het, niemand herinnert jou, maar dat is goeie. Dat maakt niet uit. Je bent toch een goede Pokémon. Eigenlijk niet. Niemand weet wat een fucking Tynamo is. Je hebt een Cyndaquil? Gadverdamme, ik heb de betere van de Johto Pokémon. Nee, ze zijn alle drie wel goeie. ik zie Cyndaquil, Totodile en hoe heet het? De bitch over hier. Ik zie ze allemaal op hetzelfde niveau, ben je wel? Ze zijn allemaal goeie. Ga ik wel dood kunnen maken? Misschien had ik even moeten healen voordat ik... Ah nee, ik maak hem wel dood. Ik maak hem wel dood. Toch? Ja joh. Dit is gewoon prima. Ik maak hem helemaal dood. En een Charmander. Die hebt een fucking vuurstarter team. What the fuck, man? Oh, wat schattig. Oh, ik weet nog dat ik een cheat-apparaatje had voor... of tenminste een cheat-apparaatje. Een TT-kaartje en V-kaartje waar je cheats op had met Pokémon Diamond and Pearl. Daar spande ik altijd gecheate Pokémon in. En ik ruilde ze naar Pokémon Black and White. Ik had een gele fucking Charmander genaamd Agumon naar Pokémon Black and White gestuurd. Dat had ik helemaal getraind tot de Charizard. Het was goeie. En weet je wat cool is? Sommige van die gecheate Pokémon heb ik nog steeds op een 3DS staan. Toen Pokébank nog niet zo strikt was. Hè? Toen je gewoon echt alles erbij, alle gekte Pokémon erheen kon krijgen. Dat was echt supergoeie. Een paar van mijn meest favoriete oude Pokémon van oude teams staan daarop. Ik bedoel, ja, ze waren gecheat, maar hey, ik heb ze nog steeds getraind vanaf het begin van level 1. Ik had ze gewoon niet op plekken waar ik ze had moeten hebben. En, oh, je kan hier niet langs. Oh, wat jammer. Mimic? Dat is... decent. Ik bedoel, ik ga het waarschijnlijk niet gebruiken, maar het kan. Oeh, wat is hier? Oh, het is een meneer. Wat voor meneer? Oh, een vismeneer. Een director. Director. Een Blaziken, nog een vuurstarter. Kijk eens aan, we zijn bijna alle Gen 3 starters tegengekomen. Ik heb alleen nog een fucking Sceptile nodig. Ik wil een Sceptile, ik wil een fucking Blaziken. Waar is mijn fucking Blaziken? Ik heb alleen maar een lame ass fucking Primplup en een fucking Bayleaf. Daar kan ik toch echt helemaal geen ene flikken mee, joh. What the fuck, man? Even kijken, wat is hier handig voor? Ik ga eventjes healen, want anders gaat die Blaziken me echt helemaal kapot maken. En dat weet ik niet. Nee, waag het. Flikker. Gaat hij mijn fucking spul weer stelen. Hopelijk one hit KO dit en het one hit KO hem zeker weten. Bye bye Blaziken. Ah, heerlijk. Laat me even genieten van een Zigzagoon die nog niet compleet verneukt is door de toekomst. Het is goeie, het is echt goeie. Oh, ik hou van je Zigzagoon, je bent geweldig. Nu ga je dood. Oh my god, een Chumpluff with Swords Dance. Dat is echt fucking eng. Vergeet dat hij bestaat, ik weet niet waarom. Het is gewoon zo van, als ik elke keer als ik hem zie, dan denk ik weer zo, oh ja, Chumpluff. En dan vergeet ik hem weer. Ik bedoel, ik weet wie Hoppin is. Die onthoud ik altijd met fucking Chumpluff. Oké, dan I guess dat we in dit huisje even gaan kijken. Oh, it's a Crack-a-dabba-dabba-doo. Eetje Crack-a-dabba-dabba-doo. Oh, waarom kan ik jou niet hebben? Hallo. What are you one out there standing for a minute? Oh, wat fijn. Oh, wat fijn, mevrouw. Oh, ik hou van jou, mevrouw. Dank u wel. Dat had ik niet verwacht. Ik dacht, je geeft me een ga-item, maar nee. Je komt me daadwerkelijk redden. Oké, Jared, ik weet, je hebt op me gewacht. Just kidding, bitch. Oh, je kan niet. Laat me, dan ga ik wel even. Dan ga ik wel even met je praten. Hi. Hey, Liz. I've been waiting for you to get the insect badge. And now it's time to see which one of us is the stronger trainer. Deze man wil altijd vechten. Doe eens normaal, Sharon, joh. Rachel! Dat was je fucking naam, Rachel. Deze muziek is nog steeds geweldig. Oh ja, Fampy. Ik zag net een betere versie van jou, Fampy. What the fuck, man. En Suicune? Jij hebt echt je waterteam geüpgraded, of niet dan, Sharon? Een fucking Suicune? Wat is dat nou weer, joh? Waar is mijn fucking Suicune? Trouwens, ik moet zeggen, ik vind het fucking kut dat er mensen zijn die deze Pokémon als Suicune uitspreken.
Waarom de fuck doe je dat? Kijk de Pokémon anime, de fucking Nederlandse, maar ze zeggen allemaal fucking Suicune. Flikkers, dit is fucking Suicune, wie de fuck zegt Suicune? Komt allemaal door die ene gare YouTuber, die fucking Purple Rotary motherfucker. Die guy die ik vroeger keek toen ik 12 was of zoiets. Hij noemde hem altijd fucking Suicune en dat irriteerde me fucking erg, want het is fucking Suicune! Suicune! Niet Suicune. Flikker. Een Sidra. Hij heeft echt nog steeds gewoon zijn fucking... Dat was natuurlijk zijn fucking starter, maar natuurlijk mijn fucking dom. Ik vind het gewoon leuk dat hij gewoon... Dat ze gewoon starter hebben, weet je wat? Het is gewoon leuk om te zien. Oh, wauw, hoe de fuck doe jij een Mega Kick? Maar het werkt echt heel goed blijkbaar. Holy fuck, oké. Okay. Dat had ik niet zien aankomen. En hij is neer. Dat is goed. Dat is goeie. Oh shit, ik overleef hem gewoon. Hey, Cherrim zet in Cherrim. Nou. Dan gebruik ik maar even Snupper. Want Snupper is een topper. Tupper. Slupper. Haha, ik ben Snupper. Oh, hij is daar. Oh shit. Waarom de fuck ken je niemand van het KO'en, fucking kut Snupper? What the fuck man, wat doe je allemaal joh? Bulldoze. Oeh, dat is wel leuk. Ik zou willen dat ik hem aan fucking... Minecraft kon leren. Oh, maar wij zijn wel een beetje een physical attacker, maar ik weet niet of we deze nodig hebben. Nog een feather dance. Die kunnen we wel weg doen, in principe. Maar I don't know, man. Ik vind deze moveset wel even lekker, hoor. We hebben iron defense, feather dance. Nee, ik ga geen bulldoze doen. Nee. It's so clear to me. The reason you are so tough is the trust between you and your Pokémon. But that shouldn't be a problem. I can get more out of D-Watt than my other Pokémon do. Je hebt geen fucking D-Watt, je hebt de fucking Seedra. The X-Transceiver is ringing! Hello there! Elise, do you have a second? Professor Juniper, do you need something? I called Bianca too, but I guess she didn't hear the call. I wonder what she's got up with. Well, I suppose I'll just have to call again later. Okay, I'll be waiting for you two in front of the gate of Nimbasa City. Hello? Nimbasa City's gate is straight down Route 4. Okay, doeg, Jerry. Fuck, Flake, ik ga nog eventjes healen. Venusaur! Oh, bij jou zijn we eerder tegengekomen. Dit is de fucking derde keer zo dat we een Venusaur tegenkomen. Waarom zijn er zoveel fucking Venusaurs? Oké, we hebben nu een Charcoal op de Fusion Flare en we zijn hoog leveled. Gaat dit een man in het KO worden? Natuurlijk niet, Snupper! Eigenlijk hoeven we hier nog niet te komen, maar... Ik doe deze shit altijd voordat ik naar de volgende town ga, dus ik begin gewoon hier. Ik dacht vroeger altijd dat dit een double battle was, maar dat zijn ze niet. Vind ik een beetje raar. Vind ik echt een beetje raar. Hier is geen item pie. Oké, we gaan even boven kijken, want misschien zijn boven coole Pokémon. En ik weet dat je hier in de buurt kan healen. Kijk, met deze mon. Versla hem en hij healt je. Super handig. Kijk, in ieder geval, er zijn hier een heleboel trainers en items die we kunnen halen. Dus we gaan eventjes zoeken. Hier is helemaal niks. Hier is wel een trainer. We krijgen zo lekker veel XP trouwens. Tegen de tijd dat we bij de gym zijn, zijn we fucking overleveld. Oh shit, er zit een Aaron hier. Oeh, een Aaron. Wil ik een Aaron? Nee, ga hem niet doen. Nee, no deal. Dit is een no-go jongens, dit is een no-go. We gaan wel vermoorden. Je kan niet eens een fucking Aaron one-hit KO'en, Snupper. Ga je ooit iemand one-hit KO'en? Ik ben zo teleurgesteld in je. Jij gaat niet evolueren totdat je iemand eens een keer one-hit KO'd, Snupper. En dat is een dreigement. Ah, come on. Nog zo'n fucking bitch. Waarom zijn jullie overal? Kut Pokémon Rangers. Ik moet eens een keertje Pokémon Ranger op mijn kanaal doen. Ik heb ze allemaal voor you, want ik ga ze niet op mijn fucking 3DS Capture Card spelen, want dan verneuk ik mijn scherm. En ik ga ze ook niet emuleren, want dat is fucking kut. Ik heb ze op mijn Wii U. Ik zou dat een keer kunnen doen. Misschien is dat wel leuk om als Let's Play te doen tussen
Pokémon White en White 2 door. Want ik ga niet meteen Pokémon White 2 spelen, want dat wordt gewoon een beetje beter veel van het goede, weet je wel. Maar dat is wel een goed idee. Gaan we een keertje doen. Ga eens een keertje wat Pokémon spin. Ik heb nog nooit Pokémon spin-offs gespeeld. Of wel? Ah, waarom kan jij dat? Waarom doe je dit? Nee. Nee, dat is niet oké. Stop. Heb ik ooit een Pokémon spin-off game gespeeld op mijn kanaal? Op een let's play manier. Niet via stream. Want ik weet, via stream heb ik meerdere keren spin-offs gespeeld. Heb ik bijvoorbeeld Pokémon Snap gespeeld. Maar ik kan niet... Heb ik spin-offs gespeeld? Moet ik maar echt eens een keertje gaan doen voor het Let's Plays. Gewoon een keertje Mystery Dungeon of zo, Pokémon Ranger. Lijkt me lachen. En wat is hier allemaal precies te vinden? Een item bee. Psystrike. Oké. Okay. Oké. Okay. Nee, dat is een ding. Dat ik ben het er mee eens. Oh, wacht. Hier moet je natuurlijk normaal Scald vinden. Ja, joh. Oh, dat is jammer dat die move is gerandomized. Want Scald is goeie. Daarom hebben ze het de hele tijd over Burns en zo. Die hele fucking... Oh, kunnen we hierin? Zullen we hierin gaan? We gaan... Oh, ik zag daar een item. We gaan weg. Ik bedoel, we moeten hier nog lang niet zijn. Hier moeten we later in de game pas zijn met Team Plasma. Maar het is leuk dat je er alvast naartoe gaat. Een Steel Gem? Ik heb echt geen ene flikker aan. Dat is zo lame. Zijn er nog meer items? Dan kunnen we eigenlijk gewoon verder met de game, moet ik eerlijk zeggen. Ah, kijk, het zijn de motherfuckers van de dingen die je kan wakker maken en zo. Dat is wel leuk. Ik dacht dat ik hier een item zag, maar nee. Ik denk dat we wel genoeg hebben gevochten voor vandaag. Dus ik ga gewoon lekker sneaky weg. Ik vecht wel een andere keer met jullie bitches. Oeh, hier is nog een item. En greet me. Oh my god, what the fuck. Oh, Lounjuniper! Hallo, Elise. Kom hier. Elisa called and was asking me all about the electric type Pokemon. And I thought about you guys. That's why I wanted to see you. Ta-da! Freebies for you! Hey, Jaren. You too, Elise. We hebben Ultra Balls! Dat is handig. If you see a Pokemon that you want to have join you, be sure to use a good type of Pokeball. Because this could be the first and last time you see that Pokemon. I know it might seem strange for me to say this, but since I'm the one who asked you to complete the Pokédex, but please, remember to enjoy your journey. Of course, I'm not saying you can just neglect the Pokédex, but you know that. Now, if you'll please excuse me, I have to go meet Bianca. Doei, Juniper, flikker! Hey, de enige reden dat mensen jou cool waren was omdat je vrouw was. It seems the professor gave us a Pokédex as a reason to send us on a journey. At least, that's what my mom told me. They wanted us to go out and see the world, so my mom, Bianca's mom, and your mom made a request to put Professor Juniper. Elise, what should we do now? De plot thickens trouwens, want dat betekent van, oh, Bianca's moeder wilde dat haar kind de wereld ging ontdekken, maar de vader niet. Oh, wat een drama. I think I'd like to show the professor my thanks by going to Route 4 and catching some Pokemon I haven't yet caught. En wij gaan lekker hier de aflevering beëindigen. Dus mensen, vonden jullie deze video leuk? Geef dan een like. Abonneer zou ook wel leuk zijn. Volgende aflevering gaan we verder met ons Pokémon White avontuur. Gaan we naar de volgende gym. Gaan we Elisa verslaan. Het wordt cool. Is een coole gym. Bye bye. Wat een kut intro zeg.